Hey, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe Cinemien special, deze over november. We hebben allemaal wel iets of iemand nodig in ons leven. En dat we daarvoor moeite moeten doen, dat vinden we niet zo erg. Maar wat als deze moeite buiten onze comfortzone ligt? De kern van een liefdesverhaal in zwart-wit over weerwolven, heksen, de pest, de duivel, wraak, hebzucht, liefde. November heeft alles. En ik praat met regisseur Reiner Sarnet, die in Amsterdam is voor het Image Film Festival. En fotostripmaker Ipe Driessen. Let's go! Writing process took 2 hours or something like that. Two hours. Sorry. That would be very good. Yeah. The writing process took two years. Misadad! Kratile ingos. It's a comedy, it's a dark comedy, but there are together two very controversial words, let's say very pragmatic peasant world and spiritual world, werewolves, ghosts, witches. And this was the greatest challenge for me to put these words together, especially visually. And the most interesting point for me was that the peasants are using the spiritual world for their own benefit. That's the point. We just started to play just on the location with this scratch, and we discovered how we should move them, and we directed them like marionette puppets with ropes and sticks, and otherwise after we erased the ropes, and so we got the right gravity. We try to avoid the 3D animation in this film. Wow. Yes. So it was really all physical there. Yeah. We filmed live, let's say. So yeah. Ei se ole syyni. Kes käsi põrgu rahvaga asja ajada? Jah. Ei maksa teie kasju öelda tõesti. Põras oleks siit ära põletada! I used non-professional actors. Yeah. And non-professional actors are almost similar like rats. Yeah, we filmed step by step. They don't use two nuanced psychological tasks. They just sitting down and then they gave their lines, and that's it. And the simplicity was the way we're working with grads and non-professionals. Ipe, ik ken jou natuurlijk van de podcast, De Eeuw van de Amateur. Ja. En waar kunnen mensen jou thuis van kennen? Van fotostrips.nl, mijn fotostrips. Ja, fotostrips kun je misschien wel zien als soort midden tussen strip en film. Het zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een soort stills, hè, van een film. Maar normaal, ja, striptekeningen of zo, die zijn meer verwant aan animatie, zou je kunnen zeggen. En fotostrips dan iets meer aan film of tv. Dus ja, zo zie ik het wel een beetje als soort bevroren filmpjes. Ja. Je had... Vroeger had je ook, dat noemden ze fotonovelization. Dan namen ze echt letterlijk filmstills en daar plakten ze ballonnetjes in. Dus dan had je gewoon een stripboek, zeg maar, van een bestaande film.
november zou volgens mij een interessant film zijn hiervoor. Want je hebt natuurlijk een heel beeldende film nodig. Ik bedoel, ik denk dat het minder interessant is zeg maar, bij een Woody Allen film of zo. Als je een heel erg praatfilm hebt of zo, is dat minder interessant, denk ik. Maar bij een echt beeldende film is het wel leuk bij... Sowieso dacht ik bij november heel vaak van, je kan hem nu al even pauzeren en heel lang gaan kijken. Ja. Weet je wel, of heel veel zou werken als poster aan de muur, heel veel shots. Dus je krijgt sowieso een heel mooi boek. Imagine Film Festival, daar zat je in de jury. Ja. Hoe komt dat zo? In mijn geval kwam het omdat ik een strip maak voor Schokkend Nieuws. Het leukste filmblad van de wereld. Beste tijdschrift van Nederland. Het is wel grappig, als Imagine-kijker ben je natuurlijk wel iets gewend. Maar bij de openingsscène van november, ik keek met mijn vriendje Nico. En wij zaten echt met open mond. What the fuck, what the fuck? Ja, we zeiden het er ook hard op. Ja, ik was echt, van die openingsscène was ik echt, echt blown away. Ik vond het echt zo tof. Ja. Grappig aan de film vond ik ook dat het dus een voortdurend eigenlijk niet zozeer van genre wisselt, maar heel veel genres in zich verenigt. En dus in een way heb je heel veel referenties, maar anderzijds doordat het zo'n uniek geheel wordt ook weer niet. Ik zat niet heel veel aan andere films te denken. Het is ook een film die je volgens mij in de bioscoop moet zien. Ja, hoe groter je die beelden binnenkrijgt, hij zal niet in de multiplexen gaan draaien. Maar dat zou eigenlijk nog het allertofste zijn. Hoe groter, hoe beter. Ja. Het is wel echt een grote doekfilm, daar ben ik wel met je eens. Ja, en weet je wat ik denk eigenlijk van deze film ook wel, want er zullen ook wel weer mensen toch weer zo eigenwijs zijn om dan niet te gaan. Maar het zou me niks verbazen als deze film heel lange adem heeft, zeg maar. En een soort... cultstatus gaat bereiken. Ja, het zou best wel kunnen, ja. Ja. Dat denk en hoop ik. Ja, en je zei eerder al eventjes dat hij dus niet de prijs heeft gewonnen, maar proefde ik daar dan een soort van weerstand? Nee, het is ook een goede film die de prijs wel heeft gewonnen. Ik ben niet in mijn eentje de jury. Maar als jij het had uitgemaakt, dan was hij het wel gewonnen. Nou, dat wil ik niet zeggen. Wij spreken als jury met één mond. Oh, ik heb, doe hier geluld, ik doe hierna nog een filmpje voor die... Hoe heette die film ook alweer? Die gewonnen heeft. Nee, leuk. Oké. Okay.